Welkom bij deze Vila Media Tooltip voor journalisten. Tools waarmee je een crossmediaal verhaal vertelt zijn er al langer. Maar zelden kom ik er een tegen die zo intuïtief is als Slices. Deze in Nederland gebouwde tool laat je met een paar muisklikken een interactief verhaal maken dat er zowel op mobiel als desktop goed uitziet. In deze video laat ik je de basis van Slices zien. Om te beginnen surf je naar slices.co. Daar kun je aan de linkerkant wat voorbeelden van Slices bekijken. Wil je meteen aan de slag gaan? Klik dan op de knop Create a Story. In het volgende venster maak je een account aan door je mailadres en een wachtwoord in te vullen en vervolgens op Create account te klikken. Je kunt nu meteen aan de slag. Door op het grote plusteken in je scherm te klikken, creëer je je eerste verhaal. In het venster dat verschijnt, wordt je eerst gevraagd een titel en omschrijving van je verhaal in te voeren. Je maakt hier als het ware je titelpagina, die je ook kunt voorzien van een achtergrondfoto of video. Klik op de tekst in het venster om deze aan te passen. Wil je een foto of video toevoegen, klik dan aan de linkerkant van je scherm op Add Image of Add Video. In de pop-up die verschijnt, selecteer je het beeld dat je wilt plaatsen. Staat dat niet direct goed, dan verschuif je de foto of video met behulp van je muis. In het menu aan de linkerkant kun je nog met allerlei instellingen spelen, waarmee je bijvoorbeeld de kleur van je tekst verandert of een achtergrondkleur instelt. Zoals ik aan het begin van deze video al zei, wordt het verhaal dat je in Slicers maakt automatisch geschaald voor mobiele apparaten en desktops. Slices laat je standaard zien hoe je werk er op mobiel uitziet. Wil je tussentijds kijken hoe de desktop-variant van je verhaal eruit komt te zien? Klik dan linksboven op het logo van de laptop. Wanneer je titelpagina klaar is, klik je op Next. Slices maakt nu automatisch de volgende pagina aan. Het vullen van deze pagina lijkt heel erg op het vullen van je titelpagina. Door op het tekstvak te klikken kun je de tekst aanpassen. Ga je beeld gebruiken op deze pagina en wil je dat beeld voor zichzelf laten spreken? Dan kun je hier ook het tekstveld verwijderen. Klik daarvoor in het menu op Remove Text Box. In het menu links pas je het uiterlijk van je pagina verder aan. Wil je een foto of video toevoegen, scroll dan in dit menu naar beneden en klik daarop Add Image of Add Video. Audio toevoegen aan een pagina doe je met de knop Add Track. Een animatie toevoegen gaat, je raadt het al, met de knop Add Animation. Een pagina in slices moet je zien als een alinea of foto in je verhaal. Een nieuwe pagina toevoegen doe je met de plusknop aan de rechterkant. Wil je een pagina tussen twee al eerder gemaakte pagina's zetten, dan kan dat ook. Je losse pagina's bekijken doe je door rechtsboven op dit logootje te klikken. In het venster dat nu verschijnt kun je ook eventuele overbodige pagina's verwijderen. Het kan even wennen zijn om op deze manier een verhaal op te bouwen, maar zodra je er handigheid in hebt gaat het best snel. Wanneer je verhaal klaar is, klik je rechtsonder op de knop Next. Slices schotelt je nu de eindversie van je verhaal voor, zodat je kunt controleren of alles staat zoals het moet staan. Klik op Watch Story om je verhaal te bekijken. Is alles in orde? Klik dan op Publish Story. Je verhaal is nu klaar. Je kunt het verspreiden met de link die je in je scherm ziet verschijnen. Of embedden op een webpagina met de bijbehorende embedcode. Met de knop Open Story in New Window bekijk je je verhaal nogmaals zelf opnieuw. Slices is een handige tool om een verhaal op een net wat andere manier te vertellen. Voorwaarde is wel dat je vooraf goed nadenkt over wat je wilt gaan vertellen en hoe dat er eigenlijk uit moet gaan zien. Je kunt nog veel meer met je verhaal doen dan ik hier heb laten zien. Ik zou zeggen, experimenteer er eens mee. Succes en tot de volgende keer.